Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel gaan we praten met Sandrina Hunsel en zij is dus teencoach of tienercoach. U weet, we leven in een moeilijke tijd waarbij ook onze jongeren te kampen hebben met verschillende problemen. En wij vinden het dus heel belangrijk dat we ook hierop de focus leggen en eigenlijk u als kijker tips meegeeft hoe je hiermee kan dealen als je bijvoorbeeld bepaalde gedragingen herkent en hoe je deze jongeren dus kan helpen. Blijf te kijken. Sandrina, welkom. Dankjewel dat je tijd vrijgemaakt hebt om met ons te zitten vandaag. Allereerst wil ik vragen, ik zei je bent teencoach, je move vanuit een bepaalde professie. Waar is dit alles voor je gestart? Nou, het is gestart in 2013, toen mijn interesse voor coaching en counseling eigenlijk werd beantwoord door een collega toen, dat ik een opleiding kon doen. Dus ik startte toen met de opleiding bij mevrouw Christine Aalspeer, Academie voor Coaching en Counseling. En 2 jaar later mocht ik dan op het NATIN als studieloopbaanbegeleider lesgeven bij 2 studierichtingen. En dat heb ik als heel prettig bevonden. Toen ik verder ging in het bedrijfsleven, ging eigenlijk dit gedeelte van mijn levenspad, bezig zijn met jongeren, ging ook verder. Want ik heb toen mijn eigen coaching gestart, Moonstone Coaching en Counseling heette het toen. En daar ben ik eigenlijk met een hele groep, een bredere groep bezig geweest. Dus van jong naar oud, kan je zeggen. Maar gedurende de jaren, toen ik eigenlijk wat meer focuste op het bedrijfsleven en het coachen niet meer zoveel deed, dan merkte ik dat ik toch met jongeren bezig bleef. Als het ging om sport, was het motivatiesessies, als het gewoon ging om als een vriendin van me, hun jongeren problemen hadden met iets. Dus along the way, ondanks ik officieel niet meer bezig was met Moonstone, dan waren het toch jongeren, die doelgroep van jongeren, die me altijd echt interesseerde en waarmee ik steeds bezig bleef. Dus toen ik dat merkte, heb ik de baan aangenomen vorig jaar, waar ik dus ook op een high school en elementary school bezig ben met kinderen, qua wellness en qua gymmen. Dan heb ik gemerkt van, maar die liefde voor die jongeren gaat niet weg. Het is gewoon altijd tieners en je weet toch, het is altijd die doelgroep waarmee ik zo gepassioneerd werk. Dus heb ik gezegd, weet je wat, ik ga het counselen en coachen weer oppakken. En ik ga het nu gewoon specifiek alleen doen voor tieners en ouders van tieners. En dat is dus enkele maanden geleden dat ik dat dan bekend heb gemaakt van ouders en tieners zelf. Nu ben ik er weer officieel met coaching en dit keer echt specifiek voor jullie. I love dat je hebt gezegd van ouders, dat ze ook erbij horen, want ze zat momenten me echt altijd geleerd. Die ouderparticipatie is heel belangrijk. We komen daar straks op terug. Je bent bezig met tieners en we leven in een tijd waarbij bijna iedereen te kampen heeft met depressie, anxiety. Hoe probeer jij eigenlijk je dus zodanig te focussen op een bepaalde groep, dus de tieners vooral, en ze tegemoet te komen in hetgeen ze doen? Dus hoe leg je die focus nog echt wel op ze? Ja, there's a lot going on natuurlijk. Hè? There's a lot going on voor onszelf, maar there's more going on voor hun. Want bij hun gaat het om dat ze in zichzelf aan het veranderen zijn, qua hun hersenen zijn aan het ontwikkelen op een bepaalde manier, hun hormonen gaan tekeer en van buiten zoveel veranderingen. En dat heeft eigenlijk me toch wel gedreven gehouden, of dat houdt mij gedreven, om niet dat ik vind dat zij het hardste hulp nodig hebben per se, maar omdat ik dat gewoon het best kan begrijpen. Dus ik persoonlijk kan me daar heel goed in terugvinden. En ik kan ook daarvoor heel veel begrip opbrengen. En begrip wil dan natuurlijk dan nog niet zeggen goedkeuring. Maar begrip wil wel zeggen dat je een stapje dichter bij connectie bent. En dat is dus hoe ik het een beetje probeer aan te pakken. Je kan overweldigd raken door alles waardoor onze tieners heen gaan natuurlijk. Ook als ouder kan je daar heel overweldigd van raken. Maar het is belangrijk dat je always take it step by step. Ook wanneer ze bij me langskomen, is het niet dat ze de eerste dag komen ze en dan eis ik dat ze me vertellen wat zijn je problemen. Snap je? Het is echt die connectie is het belangrijkste bij mij. We gaan eerst kijken hoe we connectie maken. Daarom ook, ik vraag ouders, waarvan houdt je tiener, wat zit ze goed? En dan, het kan ook dat het niet een gesprek is, maar eerst een sportactiviteit of een creatieve activiteit. Omdat als je die connectie niet hebt,
je nooit tot de wortel van het probleem kan komen of van de uitdaging, mm-hmm. kan je zeggen. En dus zo is het verschil per tiener, hoe ik het aanpak of hoe ik ermee omga, om het zo te zeggen. En wanneer de uitdagingen uiteindelijk op tafel komen, is het weer step by step. Dus per uitdaging pakken we het aan. Totdat ze zelfredzaam zijn, want dat is ook het ultimate doel. Ik wil dat ze op een punt komen dat ze zelf voor oplossingen kunnen gaan zorgen. Niet dat ze vijf jaren lang bij mij moeten komen. Het is de bedoeling dat we werken naar een punt dat ze het zelf kunnen. Dat ze gaan ontdekken, hey, dit zit in me en wat in me zit kan ik zo gebruiken. Je hebt hele mooie punten aangehaald. En het is inderdaad een hele bijzondere groep om mee te werken. Ik bedoel, we zijn allemaal tiener geweest. We weten precies how hard it is. It's really hard. Welke problemen zijn very common? Dus tegen welke problemen loop je veelal aan bij tieners? Demotivatie is een van de meest voorkomende. Omdat de vraagtekens, hoe noem je dat spreekwoord weer? Je kan door de boom het bos niet meer zien. Ze voelen zich soms waarom ga ik naar school? Wat ga ik doen na school? Waardoor ze een beetje in een dip raken. En sommigen kunnen daar negatief op reageren door te zeggen. Eigenlijk door onbewust te zeggen, dan blijf ik liever langer op school, toch? Dan krijg je slechte schoolprestaties. Omdat ze spijbelen van school, zodat ze eigenlijk langer over de school moeten doen. Dat is een van de most common als het gaat om tieners. Je hebt ook veel gepest. En dan heb ik het zowel over de pester als de gepeste. Vooral nu met onze digitale wereld is het dat men zich powerful voelt om een heleboel te zeggen achter die telefoon. Eigenlijk volwassenen ook, hè? Maar goed, dat is weer voor iemand anders om te bespreken. Yeah. Laat me houden bij me lees. Maar dus als ik het dan heb over tieners, in schoolgroepsapps worden er onaardige dingen gezegd tegen elkaar. Er wordt gezorgd voor, hoe noem je dat? Dat je bang voor me bent. Ik ga je pressuren dat je bang voor me wordt. Dus dan durf je me niet aan te kijken in de klas. En dan is dat probleem ligt dan aan beide kanten. Hè? Want dan krijg je een kind die in zijn kamer zit met een telefoon en zich angstig voelt. Want er worden gemene dingen gezegd. Maar aan de andere kant heb je ook een kind die gemene dingen zegt. En dat is ook een zorgpunt. Dus daar moet er ook een aanpak voor zijn. Daar wil ik ook een gesprek mee hebben om uit te vinden waar komt die pijn vandaan. Dat zo'n kind ervoor zorgt dat ze iemand anders zo gaan bedrukken, zeg maar. Dus dat is een tweede. Tegenwoordig heb je ook wel seksualiteit. Ja, in onze tijd was seksualiteit ook al een ding natuurlijk. Want seks hoort bij de mens. Maar nu heb je ook zoveel info van social media. Zoveel manieren dat men vindt dat je moet zijn, dan raak je in de waar van ben ik het wel, snap je? Wie ben ik eigenlijk qua seksualiteit? Je hebt dat ze gaan experimenteren zonder bewust te zijn van de gevaren dat heeft voor je gezondheid of voor je reputatie. Dus dat speelt ook veel. Daarover zijn er nog niet heel veel gesprekken gekomen, omdat het natuurlijk een beetje een meer taboe onderwerp is, maar daarom haal ik het ook graag aan. Omdat hoe meer je dingen in het donker houdt, hoe gevaarlijker ze zijn. Maar hoe meer je durft om erover te praten, dan laat je ze ook zien van, hey, ik snap dat je ermee zit, dat stukje begrip weer, hè. Dan, when they open up about it, dan is er een stukje veiligheid gecreëerd. En wanneer er een stukje veiligheid is, dan kan je ze beter begeleiden. Je gaat ze niet kunnen stoppen, omdat die hormonen zijn nou eenmaal die hormonen. Maar je gaat ze wel kunnen guiden en kunnen wijzen van, hey, wat denk jij dat een betere oplossing zou zijn hiervoor? Wat denk jij dat een betere weg zou zijn hiervoor? En dan heb je die ownership en dan komt die verandering. Dus ik denk, er zijn veel Laura Aranza. Ik kom weer op een andere van drugs en alcohol. Dat heb je dan ook in die videoclips. Dat het een stoer imago geeft. Gevangenissen. Ik heb de eer gehad om met een ex-gedetineerde naar een school te mogen gaan. Om eigenlijk de kinderen te inspireren van, dit is het verhaal van deze goede man. En dit is de gevangenis. De gevangenis is not a joke. Het is geen, laat me even daar gaan chillen. Of wanneer ik eruit kom, dan ben ik de baas of de don. Nee, dat is het verkeerde wat onze tieners de afgelopen tijden hebben gezien. Vooral via social media. That it's a good thing, that's a stoer thing. Ik praat een beetje gemixt, sorry. Maar, maar dus door deze manier weet ik zeker dat we een paar harten hebben kunnen raken en hebben kunnen laten realiseren van, als dit gedrag ervoor zorgt dat ik in de gevangenis kan komen, is het niet stoer. Het is
zorgwekkend en ik moet ermee stoppen. En hij heeft heel prettig met die tieners gesproken. Hij heeft ze betrokken in zijn verhaal. Hij heeft ze echt goed uitgelegd wat er met hem is gebeurd, dat hij daar is gekomen. En je had echt sommigen die met open mond naar hem luisterden. Ze hebben hem vragen gesteld. Dus dat stukje realisatie daarover van de realiteit en social media is not the same. Dus dat is ook een van de life questions van tieners, van reality en social media. En ja. Over dat je hebt gezegd, je bent met een gedetineerde geweest. Een ex-gedetineerde. Sorry. Om naar de scholen te gaan. Want soms heb je het wel echt nodig van een verhaal van iemand die dat heeft meegemaakt. Ja, precies. En we denken soms, en met wat bedoel ik ons allemaal, hè, ook inclusief ik, dat, en het is echt je weg vinden erin. Wanneer we met tieners, als we willen dat tieners zich begrepen voelen, dan moeten we ze vrij laten. Mm. Maar dat is het niet. Zelfs wanneer je ze begrijpt, mag je die guidance, die barriers zetten. Omdat een tiener eigenlijk al helemaal in de war is, om het even zo te zeggen. Mm-hmm. Niet in heel negatieve zin hoor, maar there's a lot going on already in their brain. En dan helpt het niet als er geen grenzen zijn, want dan moet je het even imaginen. Alles gaat dus buiten dat hoofd. En wij als ouderen moeten dus die grenzen gaan stellen voor ze. En ze wezen van, oké, hier is de grens, hier is de grens. Oei, ik val. Dus wij moeten die grenzen gaan stellen van hier is de grens, tot hier. En dan zo kunnen ze, all that is going on inside their head, kunnen ze beter gaan begrijpen, beter rustiger worden om door het leven te gaan, totdat ze ook volwassenen zijn. Het voelt echt aan alsof ik bezig ben te praten met mijn moeder. Hè? Want mijn moeder heeft ook dit echt altijd benadrukt. Als zelfs jong 22-jarige dame. Is het zelfs nog voor mij belangrijk om die guidance te krijgen van mijn moeder. Weet je, omdat ze je toch wel echt stuurt en zo. En dan komt dat stukje van ouderparticipatie weer in. So, how important is het ouderparticipatie in het leven van kinderen, maar in dit geval vooral tieners? Heel belangrijk. En van beide ouders. Laat me de nadruk daarop ook leggen. Ja. Ik ben dankbaar ook dat er zowel moeders als vaders naar me komen. Kijk, als de vader er niet meer is, of hij is overleden, of hij is uitlandig, of als de moeder er niet meer is, of uitlandig, dat is een andere situatie, right? Mm-hmm. Maar zoveel als mogelijk moet het in balans zijn. Hoe belangrijk is het, vraag je? Ik ben een teencoach. En net als een coach in een wedstrijd, ben ik niet de hele dag met je. Mm-hmm. Dus voor dat moment geef ik je de tools die jij zelf moet gaan uitoefenen en uitvoeren. Dus de hoofdverantwoordelijke voor dit alles is de tiener zelf. De tiener moet die ownership in zichzelf gaan vinden en het gaan gebruiken. Daarvoor ben ik er ook onder andere, om je daarin te herinneren dat je die kracht wel hebt om dat te kunnen doen. En je ook uitleggen hoe je dat kan doen, right? De hoofdverantwoordelijke. Daarnaast is de volgende verantwoordelijke de ouder. Want hoe je draait of keert, wij hebben die kinderen op aarde gezet. Toch? Dus wij moeten snappen van, ja, ik snap dat je een beetje moe wordt ervan soms. Het is een uitdaging en ook daar is begrip belangrijk, right? Maar er zijn tools, er is een manier om het te kunnen doen. Want wanneer ze na dat gesprek met mij naar huis gaan, ik heb een safe space. Het is prachtig als ik een safe space voor tieners kan creëren. Waar ze voor een uur, laten we zeggen, om de 2 weken langs kunnen komen. Maar hoe mooier is het niet als ze in hun eigen huis, waar ze de hele dag zijn, een safe space kunnen hebben. En dat is de verantwoordelijkheid van de ouder. Om die safe space daar te creëren, dat een tiener, ik heb het dan alleen nu even over tieners, zich veilig kunnen voelen. En wat about de meesters en leerkrachten op school? Een kind is like de helft van de dag op school. What about die safe space daar? Dus we hebben meerdere factoren nodig om onze tieners eigenlijk te guiden naar like a brighter future, right? Mm-hmm. Want het is mooi en waar dat we kunnen zeggen de jeugd van tegenwoordig. Sinds ik jong ben was er een jeugd van tegenwoordig. Sinds mijn moeder jong is, sprak men over de jeugd van tegenwoordig. Er is altijd een manier om te zeggen hoe slechter, hoeveel slechter ze het doen. Maar denk je dat je ze daarmee helpt? Je praat ze een complex aan. Ik weet ook, laat me dat ook zeggen, ik weet ook van welke hoek het komt. Het komt uit de hoek van machteloosheid. Soms weten mensen gewoon niet meer wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen. Want nu in die digitale wereld, people don't get the teens. Of a lot of people don't get them, right? En het is ook niet dat ik iedereen en alles begrijp. Yeah. Er zijn ook tieners dat ik zit te kijken en denk van,
wat is er met jou? Ja. Toch? Ja. Maar die vraag blijf ik mezelf stellen tot ik het antwoord heb. En als ik het antwoord niet kan vinden, dan zorg ik ervoor dat iemand anders het wel kan vinden. Right? Want soms is er gewoon geen connectie tussen jou en iemand. Maar een tiener heeft wel iemand nodig waarmee ze die connectie kunnen maken. Sorry, terug naar je vraag dan. Yeah. Over dan die rol van die ouders. Dus het is zeer belangrijk. Het zijn ook meestal ouders die hun tieners aanmelden. Ook qua een bepaalde leeftijd heb ik het liefst ook dat de communicatie via of met de ouder begint. Want het is ook een jong kind, weet je, als het rond de 11 is. Ik begeleid namelijk tussen 11 en 19 jaar. Dan kan je zeggen, als je wanneer het rond de 17, 18, 19 is, dan kan het dat zo'n tiener zelf een appje stuurt. Maar als het jonger is, dan denk ik, ja, hier is de verantwoordelijkheid van de ouder nog groter. Mm. Want richting 19 jaar ga je een beetje naar zelfstandigheid, yeah, right? Dus dan, ja, oké, dan doe je het een beetje zelf. Maar iets jonger is dan nog belangrijker. En het is eigenlijk die grootste challenge daar. Want dan heb je die overgang, hè? Mm-hmm. Je bent een kindje geweest. En ook voor ouders is daar die challenge. Daarom is het belangrijk dat zij ook die guidance hebben en dat begrip hebben. En dat begrip krijgen. Die ouders hebben misschien een kind gehad die altijd dichtbij wilde zijn, altijd wilde knuffelen. Maar nu, because there's a lot going on, en ook zo met vrienden en willen horen bij bepaalde mensen en et cetera, dan voel je die afstand. Dan komt er afstand. Of ze zijn snel getriggerd. Tieners zijn heel gevoelig ook. Ze worden wat sneller getriggerd. Of ze gaan zich dingen realiseren die vroeger zijn gebeurd. Kiezen ze ervoor, I don't want to be here, afstand. Ik wil liever verhuizen. Er worden dingen naar je hoofd geslingerd. Begrip is nog geen goedkeuring. Dus wanneer je dat kan begrijpen, dat je kindje naar een tiener gaat die vecht voor zelfstandigheid, dan worden die gevechten gelijk minder. Dus voor ouders is die leeftijd ook een grote challenge om dat kind opnieuw te leren kennen. Eigenlijk is net als een marriage of net als een vriendschap zelfs, dat is dan hoe, in welk extension voor een vriendschap zou willen gaan. Mm. Mensen veranderen. En het is een kunst om steeds weer opnieuw die nieuwe persoon te leren kennen. Want verandering is een good thing, toch? Zolang je in positieve richting verandert. Maar dan heb je weer dat tieners soms dan eerst een beetje in negatieve richting veranderen. En dan weer in positieve. Omdat ja, ze zijn gewoon veel aan het uitvinden. En dan kan het ook dat je soms denkt als ouder van, eigenlijk wil ik niet met jou bemoeien. En dat mag. Er is begrip ervoor. Maar punt is, het is jouw kind, so you gotta deal with it. Maar dan, hoe ga je ermee dealen? Ik moest er even om lachen, want ik had gisteren een conversatie met mijn moeder. Mm. En we deden een rollenspel waarbij zij als mij deed en ik als haar deed. Dus op een gegeven moment deed ze me na, wanneer ik op een periode ben, wanneer ik honger heb. Ik zeg, mama, hoe heb je gedeeld met me? Ik had mezelf ter adoptie overgegeven. How did you do that? Ik was echt, je weet, soms heb je echt dat reflectiemoment nodig. Dan kijk je echt van, hey, wauw. Yeah. Ik heb echt een moeder, die je moet waarderen. Ja hoor, zeker. Je deelt met zoveel tegelijkertijd. Maar voor jou is het ook belangrijk om, zeg maar, ook gewoon het verschil even of te herkennen van, dat is hun probleem om het even zo te zeggen. Yeah. Maar ik ben ook gewoon mijn eigen persoon, met mijn eigen gezin, mijn eigen leven. Dus hoe onderscheid je die twee dingen van elkaar? Interesting question. Omdat het eigenlijk een skill is die ik heb kunnen ontwikkelen. Ik zal niet doen alsof het, like, girl, it's easy. Het was niet vanaf het begin. Dat realiseer ik me nu dat ik terugkijk. Toen ik pas begon dus met Moonstone, 10 jaar geleden ongeveer, toen was dat moeilijk. Ik heb het gehad op de opleiding, theoretisch zeg maar. Maar de kunst is om het in de praktijk tot je eigen te maken, right? Toendertijd was het moeilijk voor me. Want toen had ik persoonlijk, in mijn privé, had ik dingen waarmee ik moest dealen. En daardoor was het zwaar voor me om ook nog problemen van buiten met die te gaan dealen. Omdat ik het, like, ik nam het eigenlijk, kwam het op één hart terecht, toch? En dan werd het te zwaar. Yeah. Along the way leer je dan, ze noemen het in de opleiding, afstand en nabijheid. Zoals ik zei, de connectie is belangrijk, maar je moet het ook laten bij die persoon. En met laten bij die persoon is gewoon dat geloof dat die persoon die verantwoordelijkheid kan dragen. Daarom, niemand die bij me komt, wordt gezien als tjepoti. Like, oké, daar ga je doorheen, maar het is niet zomaar bij jou. Omdat je ermee kan dealen, is het bij jou. En dan gaan we uitvinden hoe. Maar het is niet van mijn gunst,
wat erg dat dat is gebeurd. Mm-hmm. Dus ik heb geen chipoti voor die mensen die bij me komen. En dat is eigenlijk, chipoti hebben voor iemand is eigenlijk een belediging. Omdat je dan aangeeft van, hoe ga je het doen? Ja, precies. Toch? Ja. Maar voor mij als coach is het belangrijk dat ik dat geloof in je blaas van, je kan het doen. Oké. Terug naar wat je vroeg over dan de scheiding nu. Mm-hmm. En dat gaat nu heel goed eigenlijk. Toch? Wanneer iemand met me praat, ik ga er niet mee slapen. Ik ben wel betrokken. Ik vraag wel tussendoor hoe gaat het met mijn tiener en hoe is het zo, lukt het ouders. Maar het is niet dat ik me dagen zorgen maak. Mm-hmm. Omdat zoals ik zei, er zijn bepaalde verantwoordelijkheden. Toch? Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid in dit plaatje. Yeah. En het moet wel duidelijk zijn dat iedereen zijn verantwoordelijkheid serieus moet nemen. Want als ik verantwoordelijkheid ga nemen wat bij de tiener hoort, dan help ik die tiener ook niet. Mm-hmm. Die tiener moet zijn hoofd breken nadat ik eigenlijk huiswerk, ik ga het even huiswerk noemen. Nadat ik huiswerk heb gegeven, moet jij je hoofd breken nu over dat je huiswerk gaat doen en het werkelijk gaat maken. Ik moet geen nachten wakker liggen van, mijn gunst, heeft ze het gedaan, gaat ze het doen. Nee, ik geloof dat jij dat kan, dus geloof jij dat zelf ook. En dan gaan we erover praten de volgende keer. Is het gelukt? En als je nee zegt, dan gaan we kijken waarom is het niet gelukt. Mm-hmm. En als je ja zegt, dan waarom is het wel gelukt? Want dan moet je het weer kunnen toepassen de volgende keer. Dus zo gaat het heel goed hoor, met de afstand en nabijheid. En natuurlijk, als coach geloof ik ook gewoon heel sterk in praten over problemen. Over gevoelens als ik met dingen zit. Dus wanneer ik met mijn privé dingen zelf met dingen zit, dan duurt het ook niet te lang. Omdat ik gewoon weet, ik heb hulp nodig nu. Dus ik praat het uit. En of ik zoek extra hulp. Soms heb je ook extra hulp. Soms ben ik ook naar de psycholoog gegaan. Ja. Ik heb ook een life coach die ik kan benaderen als ik echt even vastzit. Ik heb beste vriendinnen, ik heb mijn man. Dus omdat ik zelf ook geloof in dit systeem, dan duren mijn eigen bezwaardigheden, mijn eigen pijn, om het zo te zeggen, wordt dan ook steeds met oplossingen gewerkt. En de pijn van mijn cliënten. Mm-hmm. En die werk ik dan ook met hun. En dan zij ook zo verder. Mooi dat je het zo hebt aangehaald. Ik wil echt doorgaan met dit gesprek, maar ik moet me limiteren aan de tijd. Ja, ik praat mee. Nee, maar het is helemaal goed. Het is een onderwerp die eigenlijk, we besteden het heel veel aandacht aan. Leuk toch wanneer er een motivatievideo komt. Ja, we sharen het, maar die echte, dat is echt een nadruk erop leggen, doen we niet zo vaak. Dus ik ben heel dankbaar dat je de tijd vrij hebt gemaakt om met ons te zitten. Als de mensen je willen benaderen, hoe kunnen ze dat doen? Ja, dat mag zeker. Ik heb een Facebookpage, Teen Space Coaching. Je mag me via daar een berichtje sturen. Maar je mag ook een appje sturen op 8715474. Thank you. Sandrina, ik wil je echt bedanken voor de tijd. Ik wens je heel veel succes toe in alles dat je doet. Dank je wel, Aranza. Ook bedankt. Dat was het eerste deel met Sandrina Hunsel. Een heel goed gesprek hebben we gehad. U heeft het zelfs gehoord als uw tiener met enkele problemen zit. Of als je zelfs hebt gekeken en je valt binnen de leeftijdsgrens die zelfs contact kan maken. Dan weet je hoe jij haar kunt bereiken. Ouders, let op je kind, maar tieners, let ook gewoon op jezelf. Ik weet dat het niet makkelijk is, but there's always help. Dit was het eerste deel, maar gaat u niet weg, want er volgt een tweede deel. De gezondheidszorg van elk land heeft een boost nodig, ook die van Suriname. In het tweede deel van In Gesprek Met gaan we nader in op de stichting Huisartsen Spoedpost Paramaribo, afgekort HASP, waarbij we veel meer gaan weten over wat deze stichting precies doet en wat wij allemaal van ze kunnen verwachten. Oké, meneer Jurgen Lens, als voorzitter en ook oprichter van de stichting Huisartsen Spoedpost Paramaribo, zeg ik aan u, welkom in ons programma In Gesprek Met. Ja, dankjewel. Bedankt dat ik er mag zijn. Absoluut. We vallen dan direct met de deur in huis. Wat is precies de stichting Huisartsen Spoedpost Paramaribo? Ja, de stichting Huisartsen Spoedpost Paramaribo, ja, het woord zegt het al. Het gaat om een spoedpost en het is gevestigd in Paramaribo. En ons doel is eigenlijk
het geven van spoedzorg in de avond, weekend en in de nachttijden voor heel Paramaribo en omstreken. Hoe bent u met uw met resterende bestuursleden op het idee gekomen om een huisartsen spoedpost op te zetten in Paramaribo? Ja, nou ja, in Nederland heb ik ook een huisartsen post. Heb ik er twee zelfs in Nederland. Die functioneren al jaren. Ik ben van Surinaamse origine. En als je zo kijkt naar de mediaberichten over hoe de zorg is geregeld in Suriname, dan kan de zorg wel heel wat hulp gebruiken. En vandaar dat ik dus ben gekomen met hetgeen wat ik daar heb geleerd en daar kan, om dat hier te implementeren in de Surinaamse gemeenschap. En ik neem aan dat u daarbij ook bent geweest naar het ministerie van Volksgezondheid. Wat vonden ze zelf van uw idee toen u zei van weet u wat, ik draai jaren al zo'n post in Nederland, het draait goed. En ik ben zelf van Suriname, ik wil iets teruggeven, wat kan ik doen? Ja, dat is mooi dat u dat zegt. Ik ben niet bij het ministerie geweest. Ik heb wel wat voorgesprekken gevoerd om te kijken van kunnen we een soort samenwerking opzetten. Maar ik heb wel gemerkt dat het enorm vertragend werkt. En vanwege die vertraging heb ik toch besloten om samen met mijn team gewoon door te drukken en het zelf op te zetten. De overheid is hier niet bij betrokken geweest. Er is ook geen financiering vanuit de overheid gekomen. Dit is gewoon puur gedaan met mijn verdiensten in Nederland, wij dit hebben kunnen doen. En waar staat het huisartsen spoedpost? Ja, we zijn nu gevestigd in het Sint Vincentius ziekenhuis aan de Koninginnenstraat nummer 4. Eigenlijk, daar was in het verleden ook al een eerste hulp. We zijn dus in dat pand, zijn wij dus nu gewoon actief, sinds 1 mei. Oké, als u zegt dat de overheid daarbij geen inbreng heeft gemaakt, het is alles zelf over u voor diensten. Hoe geschiet dat zelf? Want we weten zelf wat een van de problemen zijn van Suriname, dat niet ieder is verzekerd. Hoe gaat het allemaal te werk? Wie helpen jullie allemaal? Wie kan terecht bij jullie spoedpost? Ja, ik wil benadrukken dat iedereen kan terecht. Maar ik wil ook benadrukken dat zorg niet gratis is. Wij moeten af van het idee dat zorg gratis moet zijn. Je bent welkom om te komen. Maar je moet wel een verzekering hebben. En als je geen verzekering hebt, moet je wel bereid zijn om te betalen voor de diensten die de arts levert. Dit is ook hetgeen wat kapot is aan het systeem. Omdat men ervan uitgaat dat zorg gratis is, betalen ze geen verzekering. En als de dokters hebben allemaal een ethische verplichting om je te helpen in het geval van spoed. Maar zo benaderen wij het ook. Als het spoed is, gaan we je helpen. Maar in alle andere gevallen ga ik er wel van uit dat je gewoon een adequate verzekering hebt en dat je hebt aangesloten bij een verzekeringsmaatschappij, zodat je je gelden terug kan krijgen. Voor de pakweg 2 maanden dat jullie draaiende zijn, als je een korte evaluatie mag doen, wat heeft u allemaal mogen meemaken in de afgelopen 2 maanden? Ja, het is ons inmiddels wel bekend dat wij veel zieke mensen hebben in Suriname. Wij zien ook heel veel mensen die bijvoorbeeld met thuiszorgsituaties zitten, zeg maar, dus echt als je het hebt over zorg, echt niet huisartszorg, maar echt gewoon zorg. Die mensen komen ook naar de spoedpost. Maar overal hebben wij best wel veel patiënten gezien de afgelopen bijna 3 maanden. En het is eigenlijk een groot gedeelte van alles en nog wat komt eigenlijk naar binnen. Van cardiaal tot een simpele verwonding of iets dergelijks. Alles komt bij ons naar binnen. Terugkomend op het gedeelte waar u aangeeft dat u al jaren ook een van de spoedposten heeft. Met u werkt u samen in het Sint Vincentius ziekenhuis. Zijn het uw eigen arts of is het een combinatie met dat van een paar Surinaamse artsen? Het is belangrijk om te benadrukken en dat heb ik al vaker gezegd in Suriname. In Suriname beschikken wij over hele slimme, adequate artsen. Wat wij missen in Suriname is dat de artsen zeg maar, de middelen hebben om hun werk goed uit te voeren. En dat die artsen gewaardeerd worden op basis van hetgeen wat ze uitvoeren en hetgeen wat ze hebben geleerd. Ik heb mij laten omringen door allemaal goede, adequate Surinaamse doktoren. Ik heb een super jong team. En dat moet ik wel meegeven. Maar dat zie je niet terug in onze kwaliteit.
En juist omdat we zo'n jong, gedreven artsenteam zijn, zie je ook dat, dat innovatie bijvoorbeeld, en dat wij bijvoorbeeld naar de toekomst, we zijn echt toekomstgericht. We geven echt toekomstgerichte zorg. En dat is wel te merken als je bij ons binnenstapt. We nemen sowieso aan als iemand binnenstapt bij een spoedpost, dat de persoon eventueel een arts heeft. Wat zijn allemaal de stappen die worden nagelopen als iemand wel een huisarts heeft en als iemand geen huisarts heeft? Ja, in principe, wij kijken niet naar het feit dat als iemand wel of geen huisarts heeft. De spoedzorg is erop gericht dat wij patiënten zien die spoedeisende huisartszorg nodig hebben. In de avond, weekend of in de nacht uren. Dus het maakt me niet zoveel uit als u wel of geen huisarts heeft. Wat wij wel vragen, wij werken wel een beetje anders. Wat je doorgaans ziet is dat wanneer het succesvol is in de zorg, dat mensen gewoon komen. Dus er komen heel veel mensen tegelijk naar de EHBO bijvoorbeeld, als je kijkt naar het AZ. En heel veel van die mensen horen daar niet thuis. Als je kijkt naar het AZ, als je dat vergelijkt met AZ en ons, gaan er te veel mensen tegelijk naar de spoedpost of naar de eerste hulp toe. Wij vragen de mensen om eerst te bellen. Want als je belt, dan kunnen wij jou eigenlijk telefonisch beoordelen om te kijken van, hey, wat is er aan de hand? Dus als je belt met ons verkort nummer 124, dan krijg je een arts aan de lijn en die gaat met je overleggen van wat is er aan de hand. En hoe urgent is die klacht om nu te komen? Is het een klacht die meteen gezien moet worden, dan moet je nu komen. Of we komen naar u toe. Is het een klacht waarbij we denken van nou, het kan wel even wachten. Dan plannen wij jou op een tijd in wat later op de dag. En zo kan je eigenlijk de zorg een beetje structureren. En kan je er eigenlijk voor zorgen dat, dat je niet een te drukke wachtkamer hebt. Dat is inderdaad iets nieuws, want ik zou dat nooit even denken dat iemand zou moeten bellen en vragen van ik voel dit, ik voel dat, is het nodig voor mij om naar de spoedpost te gaan? Dat nooit denken, dus ik snap wat u bedoelt met innovatief en jong denken. Ja, kijk, het is inderdaad innovatief en wat je ook ziet is dat je hoort wel geluiden her en der van ja, het is niet betrouwbaar, maar over het algemeen het is eigenlijk heel simpel, als u een geneeskundeboek heeft gelezen dat 30 jaar geleden is geschreven, dan is het geneeskundeboek gewoon een boek gewoon oud. Klopt. Dus daar kunt u niet meer op baseren, zeg maar. Dus als je nu kijkt naar de huidige tijd en als je kijkt naar de COVID-pandemie die we recent hebben gehad, dan deden we eigenlijk alles telefonisch en dan ging er geen enkel patiënt ergens heen. Klopt. Je werd altijd beoordeeld. En waarom kiezen wij er dan voor om nu nog steeds met z'n allen naar de eerste hulp te lopen of naar de spoedpost te lopen? Weet je, tijd is kostbaar. Tijd van de patiënt is ook kostbaar. En wat je ook nog doet, is je selecteert eigenlijk je categorie patiënten. Kijk, ik weet in het ziekenhuis wat ik heb aan kwaliteiten binnen. Ik weet wat voor specialisme ik in het ziekenhuis binnen heb lopen. Dus als je bij mij komt of belt en ik hoor van, hey, dit specialisme, deze heb ik niet hier binnen. Dan kan ik uitweiden naar een ander ziekenhuis. Dan hoef je niet eens te komen. Maar dan licht ik je gewoon, of dan plan ik je ergens anders of denk ik bel het andere ziekenhuis van hey, deze patiënt komt langs, let daar even extra op. Ja, dus dat heeft te maken met structurering van de zorg. En als ik dan goed naar die, als ik je dan een beetje goed heb begrepen, dan werkt dat systeem wel van eerst even bellen om te kijken hoe, wat, waar en waarom. Ja. Dus dan werkt het systeem. Ja, kijk, in Suriname is het nieuw. Kijk, in Nederland. Dat niet, want het voorbeeld dat u aangaf van COVID ja, is het eigenlijk niet zo nieuw meer. Kijk, COVID heeft heel veel leuke dingen gebracht, of als het gaat over innovatie, zeg maar. Maar wat we zien is dat we dan terugvallen in ons oude patroon. En dat is zonde. Eigenlijk moet je gewoon doortrekken van, oké, we hebben dit zo geleerd, het werkte prima. Waarom gaan we niet selecteren van wie hoort nu gezien te worden? En wie kan over een paar uur gezien worden? De zieke mensen, die komen altijd als eerste. In principe gaat het erom dat je iedereen ziet, maar je hoeft niet iedereen meteen te zien. En daar moeten we van af. Kijk, je hoort wel eens van, ja, ik wacht al uren thuis en ja, nu ga ik naar de spoedeisende hulp. Ja, maar in principe aan de telefoon weet ik eigenlijk al van, oké, hetgeen wat u heeft, ja, dat is heel vervelend voor u. Maar dat is geen reden om daar nu voor een paar uur te komen zitten in mijn wachtkamer. Je kan ook gewoon thuis in jouw eigen wachtkamer zitten. En op de tijd dat we hebben afgesproken, kom je langs. En op die tijd, precies op die tijd, misschien 10 minuten later naar die tijd, word je gezien door de huisarts.
En dat is ook kostbaar. In principe is jouw tijd ook kostbaar als patiënt. En hoe is de samenwerking met jullie huisartsenspoedpost met onze eigen SEH? Ja, dat is een mooie samenwerking. Het is natuurlijk van belang. We zijn eigenlijk de speler, de grootste speler hier is natuurlijk de SEH. We hebben 1 SEH in het land. Maar zoals ik net al aangaf, er zitten daar ook vaak mensen die daar niks te zoeken hebben. Dus je moet eigenlijk gewoon, wat we dus zien is dat de SEH wel de mensen die daar niks te zoeken hebben, of in ieder geval niet zo urgent zijn, die worden dan naar ons doorverwezen. En wij verwijzen de mensen die super urgent zijn naar de SEH. Dus die stabiliseren we altijd eerst. En dan brengen we die met onze ambulance van het Sint Vincentius ziekenhuis naar de SEH. Die leveren we daar af met een briefje voor de specialist. En dan kan die patiënt daar verder gezien worden. Dus men moet eigenlijk jullie huisartsen spoedpost eigenlijk gewoon zien aan. Je gaat naar de huisarts, want bij SEH, als er iets dringends aan de hand is, dan kan je dan direct gebracht worden om een foto te maken. Maar dat kan niet bij jullie dus. Nee, kijk, dat kan inderdaad niet bij ons. We kunnen bijvoorbeeld geen CT maken van het hoofd of iets dergelijks. Maar dat is ook geen huisartsenzorg. Huisartsenzorg is puur, huisartsenzorg. U komt bij mij met een pijntje, u komt bij mij met misschien een breuk aan uw voet. Als u dat vermoedt, kijk, als uw been nog helemaal scheef staat, dan heeft u niks te zoeken bij mij. Dus dan moet u meteen naar de eerste hulp rijden van het AZ. Maar als u denkt van nou, ik heb mijn been verstuik of mijn enkel verstuik, ik kan moeilijk lopen, dat is huisartsengeneeskunde. Dan moet u naar de huisarts en die gaat u zeggen van nou oké, ik denk dat het gebroken is of ik denk dat het gekneusd is. Dit zijn de adviezen die u kunt volgen. Dus dat zijn die grote verschillen, zeg maar. Dus meestal in een land van 17 miljoen mensen waar ik dus heb mogen leven in Nederland, is er niet anders dan telefonisch even bellen en aangeven van hey, ik heb dit. Wanneer verwacht u mij of wanneer kan ik langskomen? Dat is de belangrijkste vernieuwing die we meenemen. Een andere belangrijke vernieuwing is natuurlijk ook dat wij werken met een digitaal systeem. En de overheid is ook bezig met het implementeren van een huisartsinformatiesysteem in Suriname. Alleen wij zijn met het nieuwste systeem al hier operationeel. Het systeem die leidt de dokter eigenlijk door wat vragen heen. Dus de vragen die worden gesteld aan de telefoon, dat zijn gewoon vragen over uw gezondheid. En dus als u belt met hoofdpijn, dan geeft het systeem al vragen aan die te maken hebben met die hoofdpijn. En ja, in principe komt daar een urgentie uitrollen en op die urgentie gaat men varen. Er is altijd een menselijk component, dus altijd een mens die bepaalt van hey, wordt het een hoge urgentie? Is die persoon het eens met wat het systeem zegt? Er is altijd iemand die dat bepaalt. Dus die dokter bepaalt en van nou, die hoofdpijn is toch wel erger dan ik denk, dan het systeem aangeeft, nou kom maar langs. En dus dat is altijd wel onderliggend. Ik merk zo een beetje dat voordat u de stap heeft genomen, heeft u wel degelijk onderzoek gedaan van wat u allemaal wilt komen doen. Ja, natuurlijk. Ik ben ondernemer. Je gaat niet zomaar ergens instappen. Dat zou een beetje dom zijn. Dus ik heb natuurlijk wel rondgekeken en ik heb onderzoek gedaan vanuit Nederland ook. Om te kijken van wat is er nou, wat leeft er nou in de bevolking. En dan kom je eigenlijk wel wat dingen tegen. Bijvoorbeeld dat onze zorg niet gegarandeerd is. Dat is lastig. En dat onze spoedzorg niet goed geregeld is, dat is lastig. Dat de bereikbaarheid van de dokter niet goed is, dat is lastig. En dat zijn speerpunten waar je dus als organisatie waar je op moet gaan varen. En daar moet je iets aan doen. Ja. En bent u zelf van plan, want nu, men zou zeggen, nu zit hij in de babyfase. Ja. Alvorens u terechtkomt bij de kruipende fase en de peuterfase, heeft u ook plannen om wat om uit te breiden? Nou ja, kijk, nogmaals, ik ben ondernemer, dus het zou raar zijn als ik dat niet zou hebben. Het is wel van belang om te doen waar je goed in bent. En wat we nu doen, daar zijn we hartstikke goed in. Het moet perfect worden. En dus wanneer die perfectie er is, dan gaan wij natuurlijk wel kijken naar waar kunnen wij meer onze diensten aanbieden. Eigenlijk, strategisch gezien, wil ik niet dat de patiënt langer rijdt dan 20 minuten om een dokter te zien. En dus dat is de strategie. Het is misschien heel erg optimistisch. Maar het is wel hetgeen waar we naartoe moeten werken. Je zou ook wel moeten kijken van nou, het moet niet langer duren dan 20 minuten om die patiënt thuis te komen zien. Als er bijvoorbeeld een hele zieke patiënt thuis is, dan moet die dokter eigenlijk binnen een kwartier al op de stoep staan.
Dus je zal wel moeten kijken naar een uitbreiding, maar wel op plekken waar er bijvoorbeeld echt weinig capaciteit is als het gaat om doktoren en spoedzorg. Ja. Een van de andere problemen die er ook zijn, is medicatie. Mm-hmm. Is er een bepaalde lijn die jullie proberen te houden om te weten van oké, we hebben gehoord deze medicatie is er niet zozeer, dus we moeten dan gaan kijken wat we als alternatief kunnen geven. Hebben jullie zulke problemen ook? Ja. De zucht. Weet je wat het is? Ik denk, het is inderdaad een medicatieprobleem. Maar ik moet meegeven, in Nederland heb ik ook een medicatieprobleem. Als het bijvoorbeeld gaat om oogmintin, hè, dat is amoxicilline clavulaanzuur. Dat kan ik in Nederland ook niet vinden bij een apotheek, bijvoorbeeld. Dus het is niet allemaal gelegen aan Suriname. Het is wel zo dat er wel heel veel medicamenten die horen niet echt in tekort te zijn hier, zeg maar. Dus dat is wel zo. Maar niet alles, zeg maar, is te liggen van we hebben medicatietekorten, komt door Suriname. Soms is er wereldwijd een tekort aan medicatie. Dat merk je in Europa ook. Wat ik lastig vind in de afgelopen maanden dat we hier dus draaien, is dat wij, als ik kijk naar hoe mijn artsen dus dienst doen, dat ze eigenlijk moeten kijken naar, voordat ze dienst komen doen, van welk medicament hebben we op voorraad of welk medicament is tekort. Dus eigenlijk, stel je voor, u komt langs en u heeft een klacht. En dan vooraf moet die arts al weten van oké, dit medicament heb ik op voorraad. Dus je beleid, dat wordt daardoor bepaald. Uh-huh. En dat is lastig. En een ander probleem is ook dat je moet kijken naar hoe is die patiënt verzekerd. En dat vind ik nog lastiger. Ik ben wel van mening dat je niet zomaar dokter bent geworden. Je bent dokter geworden om het beste voor de patiënt te regelen, zeg maar. En daarom ben je dokter geworden. Dus als je eigenlijk wordt belemmerd door financiële middelen, van oké, die patiënt is zo verzekerd of zo verzekerd, dus dat medicament wordt niet vergoed door die verzekering, of patiënt, u moet bijbetalen of iets dergelijks. Dat zijn van die lastige dingen die we dan tegenkomen. Maar mijn Surinaamse artsen zijn het al gewend. Klopt. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet er nog steeds aan wennen. Maar dan nog, dat weerhoudt je niet om toch goede zorg te geven. En heel vaak betalen mensen ook gewoon bij voor de medicamenten. Dus je overlegt wel met die patiënt van oké, we kunnen twee dingen doen. We kunnen u dit geven of we kunnen u dat geven bijvoorbeeld. Of dit middel hebben we ze niet op voorraad, maar we hebben wel een middel dat u zelf moet betalen. Wat wilt u zelf? En vaak betalen patiënten het toch wel zelf. Dus dat zie je wel. Dus als ik je dat goed begrijp, krijgt men wel medicatie of men krijgt een recept om naar de wachtapotheek te gaan? We hebben onze eigen apotheek. Probleem dat is ook opgelost. Dat is ook ja, bij ons, kijk, ons doel is dat de patiënt niet onnodig moet lopen. En we hebben onze eigen apotheek, die wordt voorzien door het Sint-Vincentius ziekenhuis. De apotheker die in dat ziekenhuis is gevestigd, die zorgt voor de bevoorrading van onze apotheek, zeg maar. Dus als een patiënt bij ons komt, krijgt hij zijn medicatie eigenlijk 9 van 10 keer gewoon mee. En die ene keer, dan hebben we het waarschijnlijk niet op voorraad. En dan moet hij even uitweiden naar een andere apotheek. Maar 9 van de 10 keer gaat iemand weg met medicamenten bij ons. Okay. Vaak genoeg als men naar de huisarts stapt en er is iets extra's aan de hand, dan worden ze doorverwezen naar een specialist. Mm-hmm. Gebruiken jullie dezelfde trend? Want aangezien jullie zelf zitten bij het RKZ, ik denk dat het als iets hoog nodig is, dat de persoon gelijk daar wordt opgenomen. Ja. Of wordt die persoon verwezen naar SEH? Ja, kijk, het is ook belangrijk om ook na te gaan. Hè. Dat geneeskunde, zeg maar, als je kijkt naar huisartsenzorg, dan zie je als huisartsenzorg zie je eigenlijk alles. Dus je hebt eigenlijk een hele grote batch van klachten die zich aanmelden. En ongeveer 7 van de 10 keer kan je deze patiënt gewoon met huisartsgeneeskunde gewoon oplappen en naar huis sturen. Ja? En 3 keer, eigenlijk 30%, zeg maar, moet je toch uitwijken naar een specialist. Daarom is de specialist de specialist. Ja? Dus wanneer de huisarts zegt van oké, deze patiënt is superziek, zeg maar aan een dengue geval, waarbij die patiënt superziek is, hoge koorts is en koorts heeft en niet gestabiliseerd kan worden, dan bel je met de internist. Nou, die internist, we werken samen met het Sint-Vincentius ziekenhuis, daar zijn we ook gevestigd. Dus dan bellen we naar het ziekenhuis, naar de internist toe en die geeft dan het beleid door van we gaan opnemen of niet.
Maar bijvoorbeeld bepaalde specialismen heb je niet in het Sint-Vincentius ziekenhuis. Dus dan moet je natuurlijk kijken naar je andere collega ziekenhuizen, zoals het AZ. Of je gaat naar het Slans ziekenhuis als het gaat om moeder en kind. En ook de cardioloog trouwens. Maar je gaat dan in ieder geval wel kijken naar waar de patiënt het beste kan. Dus je belt gewoon de specialist op en je vertelt het verhaal. En ja, dan kan de patiënt gewoon komen. Resumeer het, meneer Rens. Op vanaf welk tijdstip begint de huisartsen spoedpost? Ja, we zijn nu nog open vanaf 5 uur 's middags tot en met de volgende ochtend 7 uur. Dus we zijn eigenlijk zo gauw de dag voorbij is. Het is altijd de praktijkdag voorbij is. Dat sluit meestal om 5 uur 's middags. Dan zijn wij open tot de volgende ochtend 7 uur, wanneer de huisarts overdag weer open gaat. In het weekend zijn we 24-7, dus zijn we eigenlijk 24 uur open in het weekend. We zijn wel aan het kijken naar een uitbreiding van die tijden, maar dat zal in de komende 2 maanden gewoon duidelijk zijn. En dan ook, kunt u het telefoonnummer ook nogmaals herhalen, alvorens men hun benzine verliest om zomaar te rijden om uren om in de wachtkamer te komen zitten? Ja, ons telefoonnummer is 124, dat is gewoon 124, gewoon bellen. En u kunt ons ook volgen op Facebook, Huisartsen Spoedpost Paramaribo. En dat is ons Facebookpagina en daar kunt u alles gewoon lezen. Het is van belang om te weten dat ik verwelkom elke patiënt. Maakt niet uit als u nou wel gebeld heeft of niet gebeld heeft. Ik prefereer wel dat u mij belt, want dan weet ik eigenlijk wat er komt en wat we kunnen verwachten. En dan kan ik ook eigenlijk uw zorg beter structureren. Maar ik zal niet zeg maar, over een paar maanden dit in heel Suriname geïmplementeerd hebben, dat iedereen gaat bellen. Het is een traject en wij moeten daar gewoon samen aan werken. Om ervoor te zorgen dat wij samen ook de zorg wel kunnen handelen. Zeg maar. Ja, meneer Rens, heel, heel, heel erg informatief zal ik zeggen. Ik denk dat na deze uitzendingen het nog erg storm gaat lopen, vooral aan de telefoon. Ja. Vooral, want je kan nooit weten, een ongeluk schuilt in een klein hoekje, zeg men. Maar ik stel het zeer op prijs dat u ons wat meer info wilde geven in ons programma In Gesprek Met. En ik wens u dan heel veel succes toe. Ja, dank u wel. Kijkers, u heeft het gehoord. Meneer Rens gaf aan. Ieder is welkom, maar belt u toch even op het nummer 124. Krijgt u een arts aan de lijn die u dan het vragen gaat stellen om te weten hoe urgent uw probleem precies is. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel zag u mijn collega Aranza Swedo in gesprek met Sandrina Hunsel. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood. De herhaling is vanavond of om 8 uur of om 9 uur. Ook op kanaal 12.1. Wij zijn de volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan.